Deze week kan de nieuwe karavaanleider Robert zijn macht vasthouden. Dus je wil dat we een coup gaan plegen? Ik doe het. Op de voorwaarde dat jullie dan mij tot leider benoemen. Speelt Gabi dubbelspel om Laura eruit te werken? Ik wil best leider worden. Klinkt het Laura het sterkste is nu in ons team. Nemen de teams de grootste hindernis tot nu toe? Het is echt verreweg de grootste overwinning op mezelf. Ja, het is heel zwaar en goed. Ik doe ongelooflijk mijn best voor jou. En moeten de karavaanleiders een belangrijke beslissing nemen? Ik wil zometeen van jullie teams, maar vooral van de karavaanleiders, dus weten wie jullie uit je team willen zetten. Atlas, een slopende tocht dwars door overweldigend Marokko. In het spoor van een eeuwenoude handelsroute reizen 12 BN'ers vanuit het diepe zuiden over het Atlasgebergte naar hun eindbestemming Marrakesh. Elke aflevering spelen de teams een spel. En alleen het team dat dit spel wint, krijgt extra info over de route van de volgende dag. En die route moeten ze zo snel mogelijk afleggen. Te voet, te paard en per kameel. Het is een kwestie van minuten. Daarom moeten die kameel opschieten. Want het team dat deze route het snelst aflegt, krijgt een finale kaart. En deze finale kaart is een stukje van de plattegrond van Marrakesh. En hoe meer kaarten je hebt, hoe groter je kans is op de overwinning. Vorige week wonnen de dames van Team Daryl de opdracht en kregen daardoor extra informatie over de volgende route. Maar door de val van Iris verloren zij de race en pakte Team Ron de derde finale kaart. En de stand is nu 3-3. Karavaanleider Daryl besloot daarom om afscheid te nemen van de geblesseerde Iris. En bij het andere team werd Robert karavaanleider en hij stuurde Imke naar huis. Er zijn nu nog 8 deelnemers over op de reis naar Marrakesh. En de grootste uitdaging, die moet nog komen. Mooi hier, hè? Het lijkt zo vredig, lieflijk en relaxed. Maar dat is het niet. Want met het explosieve afscheid van Imke en het heldhaftige vertrek van Iris is de strijd hier tussen de teamleden nog heviger losgebarsten. Ja, want vorige week kreeg Robert op slinkse wijze het leiderschap in ruil voor de belofte aan Mimoen en Imke om Ron naar huis te sturen. Maar die belofte, die brak hij meteen. Ik vind je zo'n fucking eikel. Ach ja, lieverd, je hebt... natuurlijk, ja, mag. En hier, aan de voet van het Atlasgebergte, galmt de schok van Imkes vertrek nog na. Ik dacht echt dat Ron naar huis zou gaan. Je hebt ook mij goed in de maling genomen. Dat was een tactisch spel. Ik moest haar naar huis sturen. Kijk, we zijn nu met 4. Dit was voor mij de laatste kans om de definitieve leiding te pakken. Snap je? Nu... Kijk, ik zeg je, ik breng jou naar de finale. Wat is nu waarheid? Wie moet ik nog vertrouwen of geloven? Dus... Dat beloof ik je. Dan moet je me maar vertrouwen. Ik snap ook heel goed als je me niet vertrouwt naar wat ik nu gedaan heb. Maar we zitten nu allemaal wel redelijk veilig. De verhoudingen moeten nu opnieuw worden uitgezocht. Zij hebben nu geen meerderheid meer. Ron en Sean zullen elkaar tot aan de finale steunen. Dus als ik Robert eruit stuur, dan overleef ik 1 ronde. Als ik Robert steun, dan overleef ik minimaal 2 rondes. Wat er dan in de finale gaat gebeuren, dat zien we dan wel. Ja, let the games begin, zou ik zeggen. Ron en Johnny zijn behoorlijk geschrokken van het keiharde spel dat Robert speelt. Ah, wat een gedoe allemaal. Hoe dichter we bij Marrakesh komen, hoe listiger mensen worden. Ja, ik word wakker en ik ben toch wel een beetje van slag, want Robert heeft toch iets raars gedaan. Weet je wel, het is toch niet te vertrouwen. Kijk, het is zo dat je nu weet dat Robert tot alles in staat is. Blijkbaar. Maar eventjes zachtjes is het natuurlijk wel zo dat Mimoen nu op een of andere manier toch een soort sleutelrol heeft. Begrijp ik bedoel. Ja, maar weet hij waar het slot zit? Nee. Het enige wat we kunnen doen is mijn moen aan onze kant te krijgen. En ik heb tegen Johnny gezegd, als het jou lukt
om hun moeder aan jouw kant te zetten. Dan ben ik jouw man. Maar dat kan alleen jij doen. Ik kan mijn moeder niet bespelen. Dat kan alleen Johnny. Die heeft wel invloed op hem. Het is nu een kwestie van goed nadenken en weten dat het spelletje vuil kan worden gespeeld. En ook in Team Daryl wordt getwijfeld aan de rol van de karavaanleider. Laura heeft dan ook een plan. Wie denken jullie dat er als volgende uit moet? Want ik zou persoonlijk wel graag Daryl eruit willen hebben. Ja, hij doet niet zoveel. Nee. Het ding is nu van, oké, gaan we nu nog als team? Ja. Verder? Of gaan we als team, weet je wel, pakt gaat sluiten en dat soort dingen en plantjes gaat smeden. En ondertussen trek je je eigen plan. Ik wil graag een meidenteam, omdat mensen verwachten, weet je, van drie meiden, die zijn zwak of die worden heel erg, zijn heel emotioneel en die kunnen niks. En ik wil gewoon het tegendeel bewijzen. Conclusie. Jij wordt leider. En dan stem ik hem eruit. Je stemt hem eruit, ja. Ik zou jullie echt niet rijk zeggen. Oké, cool. Echt niet. Oké, top. Laura die wil Daryl een hak zetten en die wil hem wegsturen. En ik bedacht me, ik ga dat aan Daryl vertellen. Zodat ik het misschien sneller en slimmer speel en mijn eigen plekje red. Laura is als sterke speler duidelijk een bedreiging voor Gabi. En dus wil ze Daryl verleiden tot een geheime afspraak. Ik denk ook niet dat het handig is om per se een sterkste erin te houden. Gabi die is naar mij toegekomen en die heeft mij verteld dat Laura mij eruit wil hebben. En dat zij mij niet vertrouwt. Ik denk dat Laura het sterkste is nu in ons team. Ja, kijk, Laura is sowieso wel gewoon, die heeft af van alles al gedaan. Ja. Dus qua fysieke spellen en al dat soort dingen is zij wel gewoon echt het sterkst, uiteraard. Ik wil Laura weg hebben omdat zij mij weg wil hebben. Het is gewoon puur mijn enemy uitschakelen. Eigenlijk zouden wij samen in de finale moeten staan. Als jij gewoon bij mij gelooft. Ik geloof in jou. Huh? Ik ben wel heel goed in mensen manipuleren en dicht bij me houden en vertrouwen winnen. Als jij me belooft gewoon dat je erin bent, Team Daryl. Forever. En de volgende die Gabi moet overtuigen is Marianne, die net nog Laura steunde als nieuwe leider. Je moet nadenken met wie je in de finale wil staan. Met Laura ben je kansloos. Gegarandeerd. En ik denk dat het het beste is om zijn kant te kiezen. Maar je mag niks tegen Laura zeggen. Ik vind het echt zo sneaky. Ik vind het echt niet leuk. Het is bijna onmogelijk als Gabi niet meegaat om me aan te sluiten bij Laura. Want dan heb je 2-2. Ja, en dan? Dan heb je geen meerderheid, je hebt geen minderheid. Ja, wat dan? Ik heb het eigenlijk allemaal een beetje in het midden gehouden. Maar echt met pijn in mijn hart. Maar ja. Pijn of niet, de volgende opdracht staat al klaar. En het team dat deze opdracht wint, krijgt belangrijke informatie over de etappe van morgen. En de opdracht van vandaag heeft alles te maken met de vele spreuken die je in Marokko vindt op de bergwanden. Enorme Arabische teksten die Allah en de koning eren. En de Marokkaans sprekende teamleden Mimoun en Mariam spelen daarom ook een extra belangrijke rol. Ik wil dat jullie een motto gaan bedenken. Geldt ook voor jullie. Een motto wat echt past bij jullie team. Karakteristiek is voor jullie. Houd kort en bondig. Zeg een woord of drie. Check. Alright. Het is een beetje lastig, want wat doe je? Drie musketiers of wel een beetje lastig om een motto te bedenken wat ook staat voor je groep natuurlijk. Het kan nog gewoon ook een teamnaam zijn, toch? Ik dacht, The Inglorious Bastards. Maar ja, is dat een naam? Is het niet echt een motto? Bloed, zweet en Marokkanen. Dat is leuk. Bloed, zweet en Marokkanen. Ja. Bloed, zweet en Marokkanen. En Mimoun heeft hem verzonnen, dus. Ik kan ook echt niks bedenken. High zeer. And chill. Huh? High and chill. High and chill. High and chill. Chill and high. Oh, dubbelzinnig ook. High in the mountains en high in the brain. Yeah. Ons motto is mountain high. Dus dan zijn we high in the mountains. En we zijn high.
Jullie gaan deze spreuk vertalen in het Arabisch, in het Arabische schrift eigenlijk. En dan gaan jullie stenen wit schilderen. Kan je Arabisch schrijven? Nee. Mariam? Nou, hij kan heel goed Arabisch schrijven. Dat weet ik. Ik kan heel goed lezen en schrijven. Ik weet dat Mimoun veel beter Arabisch kan dan ik. Echt veel beter. Dus die zit dan van ja, nou, ik maak me ook wel zorgen. En ja, ik ken Mimoun al 10 jaar, dus ik weet dat hij gewoon. Ja, die denkt, ja, dit heb ik gewoon gewonnen. Mijn Arabisch is heel goed. Ik kan het zo goed lezen en schrijven. We hebben iemand in huis, laten we eerlijk wezen, die heel goed Marokkaans kan. En ik vraag me af of Mariam dat echt goed kan. Oké, veel succes. Dank allemaal. Dankjewel. Ja, eitje. Dit moeten we kunnen winnen. Dat kan niet anders. Dus de stenen moeten echt kleiner zijn. Oké. Want het hoeft niet heel groot te zijn. Mariam die moet dus ons motto vertalen. En die is daar zo onzeker over. Ik weet het echt niet. Ik verzin maar wat. Ik raak in de stress en ik denk, fuck it, weet je. We hebben verloren. En ik heb niet eens meer zin in om dit te gaan doen. Ik pak op een gegeven moment een blaadje en een pen. En ik ben het gaan schrijven in het Arabisch. En ik keek ernaar en ik, oh, volgens mij klopt dit wel. Maar ik wist het niet zeker. Jij moet daar blijven en jij moet de letters leggen. Wat? Jij moet daar gaan en waar, dan moet je de ik breng die stenen voor je. Ik breng die stenen voor je. Mariam die heeft echt, die krijgt bijna een die ziet het gewoon echt helemaal niet zitten. Shit, kut, dit is echt moeilijk. Bij Team Robert zijn de taken goed verdeeld. En dat wordt me meteen duidelijk dat Ron en ik moeten rennen. En dat Johnny die stenen moet schilderen. Zweet, merkenne. En dat Mimoun dat moet plaatsen, want die kan dat goed schrijven. Wij denken met gemak deze opdracht te winnen. Mijn broek zakt af, man. Jullie moeten het wel beter verven, man. Wat is er nou slecht aan onze verfkunsten? Kom op, zeg. Kom op. We vinden een snelle manier om de steentjes te verven. En we zoeken mooie kleine steentjes uit, zodat we de hoeken goed kunnen doen en zo. En Daryl die rent gewoon heen en weer met de steentjes en Mariam die legt het mooi neer. En terwijl Mimoun al halverwege het woord lijkt, werkt Mariam heel precies aan de tekst. Rust, want je haalt die andere dingen door elkaar. Klein, John, kom. Ik schreeuw echt 10 keer kleine stenen. Maar er komen steeds half geschilderde keien komen mijn richting op. En daar heb je gewoon niks aan, want het is een klein vlak waar we het op moeten leggen. Alles, Johnny. Johnny is gewoon de grond aan het verven, man. We moeten steentjes schilderen. En ik ben een kliederaar. John, het gaat allemaal met een tempo en die dingen worden geschilderd, maar half. En hij doet ook maar half werk en hij zit het zo langzaam te doen. Ik ben niet precies en we hebben zo'n dikke kwast. Dus het wordt slordig. Ik heb je hier nodig om het aan te geven. Hey, eentje van jullie even rennen snel. De dames werken in ieder geval een stuk netter. Maar of de tekst klopt? Meer, kom op, schil. Klaar. Klaar. Ik zeg klaar en het is klaar. Ik denk het is klaar met mij. Ja, op een gegeven moment, ja, ik heb mijn best gedaan. Ik heb echt mijn best gedaan. Klaar. Mimoun moet de stenen plaatsen. En dan zie je het verschil tussen mannen en vrouwen. Allereerst, ik zie wel wie waar de vrouwen aan het werk zijn geweest en waar de mannen aan het werk zijn geweest. Kleine halen. Het is perfect geschreven en het is perfect geplaatst. En uiteindelijk zie ik ook dat woord wat wij gemaakt hebben, wat zij gemaakt hebben. Dat van ons ziet er gewoon echt niet uit. Ik kan geen Arabisch, maar ik zag wel dat er iets stond. Bij mijn moed zag ik gewoon niet echt dat er wat stond. Het was maar een beetje neergelegd. Misschien perfect geschreven, maar ja, wel heel slordig gedaan. Kijk, mijn moed kan heel goed vertalen, maar netjes werken, dat zit er dus helemaal niet bij. Hè? Maar ja, het gaat erom of de tekst klopt. Ik vraag het een local die goed Arabisch kan lezen. Ik ga het even aan Rashid overlaten, die ga ik hierheen roepen. En als die het kan lezen, dan is het helemaal goed. Ja, en dan begint het grote vertalen. Oké, Rashid. Help me out. Van de tekst van Mimoun begrijpt Rashid helemaal niks. Uh-oh. And then the other one. Can you read this? This one is, yeah. What does it say? Jabal Ali. Mountain Ali. Oké, yes. That's good.
Rashid heeft er met zijn Arabische oog naar gekeken. Jullie waren eerder klaar. En volgens Rashid had jullie team een 10. Lekker! Ja, ja. We winnen. Man, de kop van Mimoen. Goud waard. Goud waard. Listen, jullie hebben extra informatie voor de race van morgen verdiend. Ja. Een ander belangrijk ding. Vanavond goed uitrusten, goed eten. Hou je rustig, want jullie hebben morgen een loei zware race voor de boeg. Okay. Ja? Oké. Okay. Geniet ervan. Yes, dankjewel. Weer gewonnen. Ka-ching, ka-ching. We hadden beter ons motto pestpleurers kunnen laten zijn. Dat had wat korter, maar misschien moeilijk te vertalen in het Arabisch. Lopen. Nee, afblijven. Mimoen! Zo hoort het aan Mariam. Oh, dankjewel. Nu schrijf je zo. Kom op, man, leer Arabisch! Terug in de berghut wordt Mimoen apart genomen door Johnny. Want hij en Ron maken zich zorgen over het strategische spel van Robert. We zijn nu met z'n vieren. En blijkt dat Robert toch niet te vertrouwen is. Ik neem Mimoen apart omdat ik het gevoel heb dat hij automatisch Roberts kant kiest. Het begint nu echt al. Ik kan niemand meer lezen, man. Ik dacht altijd dat ik de touwtjes in handen had, want ik wist precies wat er gebeurde, maar ik begrijp het nu niet meer, man. Je weet het, dat Ron en ik elkaar steunen, maar het gaat erom. Het gaat er niet om wie we steunen, maar het gaat erom wie gaat eruit straks. Daar moet je over nadenken. Iedereen wil opeens deeltjes met mij sluiten. Robert zegt steun mij en je komt in de finale. Sean en Ron zeggen steun mij en je komt in ieder geval één ronde verder. Ik vraag me af wat ze bedoelen, want ik weet bijna 100% zeker dat ze het alleen maar doen om hun eigen hachje te redden. Mimoen is bijzaak. Dus ik speel dom. Ik zeg, oh, moet ik jou steunen? Is goed, ik steun jou. Of willen jullie dat ik jullie steun? Oké, is goed. En bij de finale, keihard. Echt, geloof me, keihard. Wie denk jij dat Robert morgen weg gaat sturen als de situatie zo blijft? Mij? Zou kunnen. Ik, als ik me bij jullie aansluit, wie geeft mij de garantie dat jullie niet met z'n drieën mij weg gaan sturen? Nou, ik ga geen spelletjes met Robert spelen meer. Dus je wil dat we een coup gaan plegen? Nou, ik wil dat ons lot niet in handen ligt van iemand die vuil spel speelt. Ik doe het op de voorwaarde dat jullie dan mij tot leider benoemen. Mimoen als leider is in niemands belang, denk ik. Nou, dat moeten we. Laten we gewoon rustig over nadenken. Denk erna, bespreek het met Ron. Bespreek het met Robert, bespreek het met mij, wat je wil. En ik sta voor alles open, maar... Dan zal je een van ons tweeën dan naar huis moeten sturen, maar dat... Later. Ik heb Mimoen overtuigd dat Robert een gevaarlijke slang is. En dat Ron en ik veel eerlijker zullen zijn. En eerlijkheid duurt het langst. Mimoen heeft in voorbereiding op de zware tocht van morgen iets gevonden om de mannen er eens flink van langs te geven. Wel op zijn Marokkaans. Ik heb iets moois voor jullie bedacht. Waar we slapen is er een hammam. Hammam is een badplaats waarin je ritueel kan laten wassen. En scrubben. En pijnigen. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. En natuurlijk heel veel lachen. Mijn eerste functionele dames en maar er staan daar vier halfnaakte kerels met onderbroeken aan en dan komt er een man binnen waarvan je denkt, zo, wat gaan we krijgen? Ik heb me kapot gelachen toen ik Ron pijn zag glijden. Hij kan ook zo goed pijn hebben. Het pedaal gegrepen, zeg. Hij pakte me bij mijn benen. Ik heb geen kruisbanden meer. Ik dacht, daar gaan we. Ik werd helemaal dubbel gevouwen. Het middeleeuwse radbraken. Of het vieren delen. Ik denk dan gelijk, nou ja, het ergste hebben we gehad. Die trip die we krijgen, die kan lang niet zo erg zijn. Ik hoop wel dat jullie hebben genoten van een traditionele Marokkaanse hammam. Heerlijk. En dat jullie natuurlijk weer schoon zijn. Ja, eindelijk.
Heerlijk gelachen ook. Lachen en schoon. De mannen, fris gewassen en gekneed, staan nu dus in ieder geval op scherp. We gaan zien of team Robert hiermee voldoende opgerekt is voor de oversteek van het machtige Atlasgebergte. Want vandaag bereiken de teams hun hoogste punt op hun reis. 3200 meter. En onderweg zijn er twee zijwegen waar weer strategische beloningen te halen zijn. Ik was heel erg nerveus, maar meer omdat ik hoorde dat het een hele zware race zal worden. We gaan in één dag tijd meer dan 1200 meter stijgen. We gaan tot 3200 meter de top op. Ik heb er eigenlijk heel erg veel zin in, omdat we gewoon hoog de bergen in gaan. En ik hou wel van wandeltochten en gewoon de bergen in en zo. Team Mountain High. Mountain High, yeah. Lijkt wel of jullie een voorspellende blik hadden gisteren. Ja. Want we gaan in ieder geval met bloed, zweet en twee Marokkanen de berg op vandaag. De tocht der tochten. De tocht der tochten, ja, het wordt de zwaarste race, denk ik, van het hele avontuur. Jullie gaan naar 3200 meter en op het hoogste punt, dat is ook meteen jullie eindpunt. Daar plant je je vlag, de rode vlag, voor jullie, alsjeblieft. Yes. En als je daar je vlag plant, dan stopt jullie tijd. Groene vlag voor jullie, alsjeblieft. Jongens, vandaag de Atlas over. Straks zijn we aan de andere kant. Dan kun je vanuit de verte met goed weer Marrakesh al zien liggen. Echt waar? Ja. Wow. Tof, hè? Dit is jullie map. Jullie hebben gisteren gewonnen, dus extra informatie voor de race. Toppie. Alsjeblieft. En deze map is voor jullie. En wij winnen vandaag. Doe je best. Oké, dan verklaar ik nu de race voor. Geopend. Yes. Team Robert vertrekt als eerste. Want de teams lopen op tijd en degene die de afstand naar de top het snelst aflegt, die wint de race en daarmee de zevende finale kaart. En de stand is nu 3-3. Ik begin aan de race. Met goede moed, want ik heb vroeger met mijn ouders veel gewandeld in de bergen en dat veel gedaan. En mijn conditie is gewoon heel goed. Dus het gaat eigenlijk van een leien dakje bij mij. Het enige wat ik heel vervelend vind is dat we die backpacks mee moeten zeulen. Want het is gewoon een last op je schouders. We moeten niet voor de snelste route gaan, maar voor de meest nuttige route. Het grappige was is ook dat die hond die met ons meeliep, die dan ook een beetje de weg uitstippelde. En oh god, dat beest. Ik ben jaloers op Lassie. Die heeft vier pootjes, die trippelt alsof het als een ballerina. Hup, 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 kost hem geen enkele moeite. En met behulp van deze speurhond hebben ze al snel de eerste zijweg gevonden. Wat gaan ze doen? Het is een flinke afstand en ze weten niet wat er te halen valt. Jongens, laten we. Dit is het eerste zijpad. Laten we dat pakken. Als er iets is wat ons bagage kan dragen, dan hoeven we niet verder te lopen met die bagage. Ja. Ja? We komen aan bij de eerste afslag en we hadden ons voorgenomen, we nemen maar één afslag. Oh, daar staan ezels. Ik zie ezels staan, jongens, daarboven. Waar? Rechtsboven. Kijk, daar staan ze. Oh, is er één? Zijn er meerdere. Zijn er twee? We komen bij de eerste afslag en ik kijk zo naar boven en ik zie ezels staan. Dus ik denk van zo, dat is fijn. Deze melddieren brengen jullie bagage naar het eindmoment. Dus we kunnen onze bagage in die ezels gooien, jongens. Dat is wel erg fijn. Heerlijk, moet ik je zeggen. Dan valt er toch een soort van backpack van je af. Jongens, de tweede die skippen we gewoon. En we gaan gewoon op tijd gaan we winnen nu. En team Daryl is nu ook klaar voor vertrek. En omdat zij de opdracht wonnen, weten zij wel wat er op de zijwegen te vinden zal zijn. Op de eerste zijweg wacht verlichting. En op de tweede zijweg staat de cryptische boodschap nieuwe kracht. Maar verlichting, hebben jullie echt zoveel last van jullie tas? Ik niet. Ik ga voor verlichting, hoor. Ik ga sowieso voor verlichting. Ja. We hebben ook 20 minuten voorsprong. Dus als het gewoon goed gaat, dan kunnen we misschien nog later denken over de tweede zijweg. Ja. Ja, want in de vorige etappe hebben ze door 20 minuten te dansen nu 20 minuten extra tijd om de race te lopen. Geniet van zijn muziek als je in de volgende race een voorsprong wil hebben. Ik wil wel heel graag winnen. Vooral omdat we ook die 20 minuten voorsprong hebben. Dus als we verliezen, dat zou wel echt balen zijn. Let's go. Kom op, dames. We kunnen het. Gewoon een goed tempo houden. Ik heb zo'n fucking raar gevoel in mijn buik, hè? Ja. Yeah. Een soort van spanning achter het. Ja, ik heb het ook, hoor. De dag dat we moeten beginnen aan de race, heb ik wel echt een raar gevoel in mijn buik. Van, ja, een beetje een soort spanning, zenuwen. Ja, daar doe je niks aan. Ik heb nog nooit een berg beklommen. Nee, in Atlas is dat echt wel de eerste keer, ja.
Ja, eens moet de eerste keer zijn. En nu hoef je maar 1200 meter omhoog. Team Daryl marcheert op hoog tempo richting de eerste zijweg, waarvan ze weten dat ze daar hun rugzakken kwijt kunnen. Hé, hier is het eerste zijpad, jongens. Zullen we hem nemen? We nemen hem, hè? Ja. Gewoon? Ja. Omhoog? Naar boven, ja. Boven. Ik ben ontzettend blij als ik de ezeltjes zie staan. Ja, we kunnen de tas hier achterlaten. Dan zijn we eigenlijk bang dat we weer die ezel mee moeten slepen, zoals we al eerder hebben gehad. Maar gelukkig kunnen we gewoon de backpacks achterlaten en zonder backpacks verder lopen. Yes, let's go, ladies. Ja, laten we gaan. En dan vervolgens moet je weer echt gewoon naar boven. En dat is echt een heel stijl stukje gewoon. Dat is gewoon... Dat voel je wel eventjes branden in de bovenbeentjes, hè? Ik loop in een vrij rap tempo die berg op. Ik ga vrij snel. Ik heb daar echt gewoon niet zoveel moeite mee. Maar het team valt wel steeds meer uit elkaar. En iedere keer als we 5 minuten stoppen, dan hoest Johnny alsof er een liter water in zijn long zit. Maar ik raak wel achterop. En dat is lastig als je achterop loopt. Want dan raak je steeds verder achterop. En dan gaan de voorste 3 mensen gaan even rusten. En jij loopt. En dan kom je aan. Even rusten. Goed, doe je neus inademen, mond uit. En dan zegt ze, ja, we gaan weer. Zullen we dan maar weer, jongens? Jonge goden van me. Ik doe dit alleen maar voor mijn zoon, mijn dochter en mijn vriendin. Dat ze trots op me kunnen zijn. Ik weet dat ze kijken en ik weet dat ze dit niet van me verwachten. We hebben Imke bedwongen, dan kunnen we deze scheidberg ook bedwingen ook. Team Robert is aangekomen op een heel steil stuk, maar ze zijn wel vlak bij de tweede zijweg. Terwijl Team Daryl ook heel dichtbij is. Team Robert weet niet dat aan het einde van dit zijpad van leider gewisseld moet worden. Hier is het tweede zijpad. Dit is het zijpad. Ik zie ook helemaal niks. Nee, maar waar is de andere pad? Die gaat hier. Hier. We hebben al zo'n ongelofelijk eind gelopen dat we tegen elkaar zeggen van ja, we pakken hem niet, want we moeten nog zo'n stuk. En die afslag is ook weer, dat is meer lopen. We lopen gewoon nu in 1 keer door in het tempo wat we hebben. Hoe ver zijn we nog, jongens? We moeten nog 1/4, jongens. We zijn er bijna. Geef me de kracht om door te gaan, zeg. You can do it. Er komt werkelijk geen eind aan. Geen eind aan. En op een gegeven moment dacht ik, ja, ik kan nu wel opgeven en stoppen. Maar ja, niemand kon me halen. En dus zet Ron door. Stapje voor stapje. Vechten tegen het gebrek aan zuurstof op meer dan 2800 meter. En Team Daryl marcheert op volle kracht tegen het steile stuk op. Maar niet iedereen is gewend aan de ijle lucht op deze hoogte. En het tempo gaat langzaam omlaag. En Gabi heeft het zwaar. Hartstikke goed. Ja, maar ik kan even niet meer. Dus... Voel je mijn handen? Ja. Gabi heeft een hele tijd een kotsgevoel. Die moet echt het gevoel dat ze misselijk wordt en koud, noem maar op. En die zegt op een gegeven moment gewoon van, jongens, ik kap ermee, ik kan niet meer. Adem diep in. Voel je mijn hand? Oké, adem diep in. Vanuit je neus. En dan adem alles uit. Ze zijn inmiddels al wel vlak bij de tweede zijweg, waar ze een duivels dilemma wacht. Nieuwe kracht is namelijk een nieuwe leider. En daar zal niet iedereen zin in hebben. Deze zijweg kan niet veel langer zijn dan die andere. Dat is nooit. Ik voel me echt Iris. Grille jongen. Vandaag Iris. We krijgen onze zijwegen, zijpaadjes te zien wat het is. En we zien verlichting en we zien nieuwe kracht. Ja, het blijft altijd een gok wat die dingen nou echt zijn. Wat denk jij, Daryl? Oh ja, ik denk, laat me eerst kijken hoe die shit eruit ziet. Maar ik denk wel dat we hem moeten pakken. Ik denk ook dat we hem moeten pakken. Ik ben echt bang dat het gewoon echt zoiets heel doms is. Ik ook. Oké, jongens. Dit is het tweede zijpad. We hebben 20 minuten voorsprong op die andere. We hadden gezegd, als het dichtbij is, als we het kunnen zien, dan gaan we het pakken. Daar, op die rots zitten 2 kaartjes en pijltjes. Waar? Ik zie niks, hoor. Met stenen. Waar, hè? Het is heel dichtbij. We zijn aan het overleggen en Laura die is als een speer aan het rennen om te kijken wat het is. Waardoor wij dan ook maar, zodra één iemand het zijpadje pakt, dan moet iedereen het pakken. Dus we gaan
We gaan naar het tweede zijpad. Oké, hier kiezen jullie een nieuwe krachtige leider. Jullie mogen pas weg als de nieuwe karavijnleider behand is. Ik had een pak met de meisjes gesloten. Maar Marjam had ook een pak met de meisjes gesloten. Jouw leider. En dan stem ik hem eruit. Die stemt hem eruit. Ik zou jullie echt niet lijken, zeg. En uiteindelijk moet je doen waar je het beste bij voelt. Wie wordt de nieuwe leider? Ja, ik ben echt heel blij met Daryl gewoon. Wat een kutopdracht. Daar wil ik nu toch nog gewoon niet over nadenken. Nou, we moeten iemand kiezen. Zullen we stemmen? Godverdomme, ik wist dat we deze zijweg niet moesten laten nemen. Laten we stemmen. Ik heb echt maar mijn Gabi, de beste leider zijn. Ja, dat kaartje is natuurlijk kloten. Dat fokt mijn hele systeem op. Maar ik weet wel voor wie ik moet gaan als nieuwe caravanleider. Ik wil best leider worden. Maar jullie moeten het ermee eens zijn. Ja, maar ik ben daar niet mee eens. Ik wil Laura absoluut niet als leider, omdat ik te horen heb gekregen dat Laura mij absoluut niet vertrouwt en Laura wil mij eruit hebben. Dus die ga ik natuurlijk niet de leiding geven. Want ook Daryl heeft een afspraak gemaakt met Gabi. Zit erin, man. Team Daryl. Forever. We hebben natuurlijk wel een pact. Dus Laura mag niet de teamleider zijn. Mag ik het zijn? Gewoon omdat ik vandaag de langzaamste ben. Gabi of Marian voor mij? Of jij gewoon. Okay. Ja. Dat pact is gesloten omdat als je tegen Laura in de finale staat, je kansloos bent. Dus we moesten. Ik kan mezelf echt wel voor mijn kop slaan. Gewoon omdat ik niet tactisch heb gespeeld. En omdat iemand anders dat wel heel goed heeft gedaan. En omdat ik het gewoon helemaal niet heb zien aankomen. Ik wil liever gewoon echt een gesprek hebben en dat soort shit. Maar we hebben gewoon geen tijd. Dus ja, laten we voor Gabi gaan. Oké, Gabi wordt leider. Ben ik een nieuwe leider? Ik ben nog nooit een leider geweest. En zo komt Laura, totaal onverwacht, buiten spel te staan. Ik baal er al echt heel erg van. Gewoon omdat ik het gewoon niet heb zien aankomen. Omdat ik weer eens Gabi heb vertrouwd en dat duidelijk niet kon. En dat is gewoon heel stom van mezelf. Ja. Team Robert is intussen vlak bij de top aangekomen en moet de laatste paar honderd meter nog omhoog. Ja, en dan nog een uur te gaan en ben naar boven gestrompeld. Ik doe dit nooit, maar dan ook nooit en nooit meer. Is dat het hoogste punt, Robert? Ga ik nu zien. De top komt in zicht. Kom jongens, we zijn er. Er zijn geen paardjes nog naar boven, dus we zijn er. En ja, het enige wat ik dan nog kan doen is naar mijn jongens schreeuwen van jongens, echt, we zijn er, we hebben het gehaald. Ik ben super trots op jullie, je kan heel erg trots zijn op jezelf. Jullie hebben echt iets overwonnen op jezelf ook. Ik heb even geen tijd om te genieten, man. Wel, man, neem je rust, kijk om je heen, kijk hoe mooi het is. Maar Robert, doe het maar, in die struik. In die struik. Planten we de vlag en dan genieten we met recht van het uitzicht, want het is prachtig, het ziet er prachtig uit. En met het plaatsen van de vlag stopt de tijd voor Team Robert. Dit is echt verreweg de grootste overwinning op mezelf. Vandaag ben ik echt mezelf tegengekomen. Je komt op de top van de berg, dat is gewoon niet te beschrijven, dan ben je gewoon... Je hebt het gevoel dat je een vorm van geschiedenis hebt geschreven. Kijk eens hoe mooi het is, man. Dit is toch, je staat gewoon echt on top of the world. We hebben geschiedenis geschreven, jongens. Ik doe dit nooit. Maar dan ook nooit meer. Ja, en dan komt er toch een beetje emotie. Je denkt, potverdorie, dit kan niet iedereen. Hier sta ik, on top of the world. Team Robert is aan de top. Maar het voormalig team Daryl, met de nieuwe karavaanleider Gabi, moet de laatste meters nog nemen naar de finish voor de snelste tijd. Pas op, scherpen. Wacht even hoor, ik vind dit helemaal niks. En ik vind het de partij eng. Ik heb al 3 keer gezegd, ik ga dit niet doen. Ik ga dit niet doen. Is het helemaal daar? Ik ga dit niet doen. Nee, ik ga er niet heen hoor. Nee, dat durf ik niet. Lukt het, jongens? Tot
pleurisbende, joh. Jezus, dit zit ook los. Laatste stukje naar de top, dat is echt heel eng. Ik heb nog nooit last gehad van hoogtevrees, maar op dat stukje had ik echt zoiets van wow, mijn benen begonnen te trillen. Gabi en ik waren een beetje de scheiders op de berg. Dit durf ik niet. Nee, ik ga zo. Tijdens het beklimmen van de top ben ik het echt wel even helemaal zat met mijn team. We zijn er bijna, schatten. Ik word een beetje gek van haar, sorry hoor. Vanaf hier wordt het weer iets makkelijker. En dan komt ook de onvermoeibare Laura aan, gevolgd door de rest van het team Gabi. Woo! Oh, we zijn de vlag vergeten. Hey, dan heb je het verloren. Fuck. Nee. We hebben de vlag niet bij ons. Die staan nog bij de ezels. Nou, weet je wel, fuck it. Ik gebruik mijn BH wel als vlag. Yay! Woo! Okay. Een BH op de top van een berg in Marokko. Dit is echt een mooi uitzicht. Het is echt mooi. Als je gewoon eindelijk eroverheen komt en je kijkt om je heen. En gewoon echt een heel fenomenaal uitzicht. Ik ben de Atlas overgegaan en het voelt echt als een fantastische overwinning. Ik had nooit gedacht dat het zo heftig is. Maar hij did it. In het prachtige bergdorpje Imlil wacht ik ze op met de 7e finale kaart. Want welk team kwam het snelst naar boven? Uitgeput komen we allemaal aan. Jezus, man. Welkom. Ja. Jullie zijn niet alleen jezelf tegengekomen, hè? Huh? Maar ook elkaar tegengekomen, volgens mij. Ik ben binnen. Hey, en de zijwegen, jongens? Ja, de eerste was verlichting. Oh. En toen kwam de tweede. We waren het er niet helemaal over eens of we nou wel of niet zouden doen, maar er renden al wat mensen er naartoe, dus ja, dan moet je. Er stond iets op over het wisselen van de teamleider. En ik ben gebombardeerd tot teamleider. Nu ben jij de nieuwe teamleider? Ja. Wacht even, Gabi is jullie nieuwe karavaanleider. Ja. Christ, wie had dit nou ooit gedacht? Nee. Ik vind Gabi zeker een goede leidster. Omdat ik toch stiekem ook dat mannetje ben op haar schouder die af en toe wat dingetjes kan fluisteren. Dus in principe heb ik toch nog ook halverwege half de leiding over de groep. Verschrikkelijk is het allemaal. Oh, wat verschrikkelijk. Ook de uitkomst. Want over deze monstertocht deed team Robert 6 uur en 18 minuten. Terwijl de kracht van de jeugd, team Gabi, er 5 uur en 47 minuten over deed. En daarmee winnen zij hun 4e finale kaart. Het kaartje is binnen. Oh, dat voelt echt lekker. We hebben gewoon het kaartje binnengesleept. Deze tocht hebben jullie gehad. Die kun je in je broekzak steken. Jullie slapen om de hoek in Imlil. Doe een powernapje, relax wat. En ik zie jullie morgen voor de ceremonie. Dus denk goed na wat je daarmee wil, ook voor de karavaanleiders. En ze hebben weer een voorsprong. All right, goed gedaan. Ik ben in ieder geval trots. Dank je wel. Wij zitten nu op 4 kaartjes. Start 4-3 voor Daryl en zijn meisjes. Wel een finale kaart, maar Laura voelt zich belazen door haar team en ze is bang dat ze naar huis toe moet. We komen aan bij het hotel en Laura is heel verdrietig. Mensen zien Laura als een hele sterke... vrouw, weet je wel, ze heeft de hele wereld rondgereisd op haar 14e of zo. Maar ja, ze is nog 17. Dus eigenlijk, het is nog een meisje. En mensen vergeten dat. Gabi kan zichzelf er niet uitstemmen. Ze gaat Daryl er zeker niet uitstemmen. En is jou ook niet, want jij spreekt Marokkaans. Dus ben ik de enige die overblijft. Plus, weet je... Ik kan wel snel lopen, maar als zij dat niet kan, dan helpt het ook niet zoveel. Het zou echt een hele logische stap zijn om mij eruit te gooien. Het is het enige wat ik kan bedenken en het is ook het enige wat zij gaan bedenken. Het is logisch. Ik zou het ook doen. Maar ik vind het wel heel erg kut. Echt heel erg kut. Heel jammer. Ik vind haar echt heel bijzonder. Ik vind haar echt heel bijzonder. Als ik jonger was geweest, dan was ik wel een beetje verliefd op haar geweest, denk ik. Ik vind haar echt een hele bijzondere meid. Ja. Ik ben blij dat ik dit leren kennen. Ik vind het echt...
echt een topper. Jij ook. En na de zware tocht heb ik nog wel een verrassing voor beide teams om ze weer wat moed te geven. Voor het eerst contact met thuis. Bonsoir. Goed, per team mag er één iemand 5 minuten bellen. Veel plezier, liefst Laura. Jij wil je vriendje bellen. Ik vind dat Ron zijn vriendinnetje mag bellen. Nou, daar gaan we dan. Oh, leuk. Je gaat je vriendje bellen. Ja, ik hoop dat hij opneemt. En jij je vriendin, toch? Hallo? Hallo? Hey, zeg het mij. Hi, schat. Hallo, liefie, hoe is het? Ja, ik mis alles van hem. Ja. Oh. Oh, ik mis jou. Ik heb je gewoon aan de telefoon. Ja, maar alles gaat er goed. En ik kom nog niet naar huis. Schat, mij niet direct alles goed. Ja, weet ik ook wel. Ik hou van jou. Tijd. Ja, en ik bel je zodra ik... En ik hoor als het zover is. Ja. Dan ben ik weer bij je. Oké, liefie. Ik ga nog even doorzetten. Dat ga ik zeker doen. Ik hou van jou. Oké, ik van jou schat. Doei, doei. Doei, doei. Doei, doei. Doei, hey, hoe gaat het? Hey, goed. Ja? Hoe gaat het? Ja, hier gaat het heel goed. Ik ben back en back af, dat dan weer. En ik mis je verschrikkelijk. Maar hou je het wel vol? Ja. Gaat het goed? Ja, het gaat heel goed. Ja, het is heel zwaar. Goed, ik doe ongelooflijk mijn best voor jou. Hè. Ik had al aan mijn telefoon en ik wil je niet breken, maar dan breek je toch wel weer. En, vervelend. Ja. Een dikke kus, lieverd, en misschien tot sneller. Hè. Ja, kusje. Dag. Doei. Goed, ze hebben gesproken. Hebben wij het toch maar even kunnen doen? Ja. De Atlas zijn ze over en Marrakesh komt steeds dichterbij. Maar niet iedereen zal daar aankomen en daarom moeten de karavaanleiders elke week iemand naar huis sturen. Nou ja, elke week. Ja, zoals ik al zei, verwacht altijd het onverwachte. Want we gaan gewoon met deze 8 mensen verder en we gaan hier de bergen uit op weg naar onze eindbestemming, Marrakesh. Maar voor het zover is, moeten de karavaanleiders een belangrijke beslissing nemen. Wie zetten ze uit hun team? Ik ben erg van overtuigd dat ik vandaag naar huis ga. Laura gaat terug naar huis. Ja, jammer. Goedemorgen, fanatieke bergbeklimmers. Het is een belangrijk moment nu. En vooral ook voor de team captains, de karavaanleiders. Gabi, ja. Helemaal nieuw. Robert. Robert, jij hebt je karavaanleiderschap op een slimme, maar ook slinkse manier verworven. Wordt het nog een beetje gedragen door de groep? Ja, het is natuurlijk liever een slinkse dictator dan een liefhebbende vaderfiguur. Ja, maar jullie hebben een beetje het idee dat het een soort tyrannenmodel is? Of nou ja, hij heeft bewezen dat hij iedereen te slim af was. Ja, ik heb het gewoon slim gespeeld, denk ik. Ja. En het moet nu maar weer blijken of ik nog steeds goed bezig ben. Maar ik, ja. Feit is dat jij de karavaanleider bent. Jij gaat zometeen een beslissing nemen. Gabi, ja. Belangrijke beslissing heb je te nemen. Ik wil zometeen van jullie teams, maar vooral van de karavaanleiders, dus weten wie jullie uit je team willen zetten. Zijn jullie eruit? Ja. Jullie? Ja, wij zijn er ook wel uit, ja. Is dat bij jullie democratisch gegaan? Of denk jij, Robert, van ik ga hakken met het beltje. Nu, in mijn eentje. Nou, we hebben het natuurlijk wel over gehad, maar uiteindelijk ga ik nu wel hakken met het beltje, ja. Oké. Okay. Robert, wie wil jij uit je team zetten? Robert bepaalt. En we hebben niet overlegd. Ja,
We hebben in een vroeger stadium heb ik hem Mimoen horen zeggen. Maar ik vertrouw hem voor geen meter. Ja, ik vond het een moeilijke beslissing. Omdat het spel gaat natuurlijk steeds verder en je komt steeds meer te weten aan wie je wat hebt. En Mimoen, die blijft er nog even in. Oh, Mimoen. En dan zit ik natuurlijk met deze twee. Denk, wat gaat Robert doen? Nou, hij gaat Mimoen er niet uitstemmen. En Johnny, nee, dat doe je ook niet. Ja, dan ben ik aan de beurt. Voor wie moet ik banger zijn? Voor een hele sterke zestiger? Of voor een iets wat mindere, maar wel tactisch slimme veertiger? Het is een tactische beslissing van mij, omdat ik toch de angel uit deze twee moet halen. Ja. Om ook voor mezelf een veiliger spel te gaan spelen. En daarom heb ik besloten dat ik naar huis ga sturen, Johnny. Johnny, wil je niet even afscheid van de groep nemen? Nee. Oké. John is pissig. Die pakt zijn tas op en die loopt meteen naar Lauren toe. En dat toont voor mij alweer aan dat hij heel graag wil blijven. Ja, en dat doet eigenlijk net zozeer dan dat hij de mijne eruit stemt. Dat hij snijdt mijn vriend weg. Want Johnny is voor mij een grotere vijand dan Ron. En ik moet gewoon de angel uit die twee halen. Want als ik Mimoen naar huis stuur, dan ben ik mijn leiderschap kwijt. En dan ben ik de eerstvolgende race ben ik eruit. Ik vind het heel jammer dat ik het slachtoffer ben van iemand die alleen aan zichzelf denkt. Stuit mij tegen de borst, ja. Hoe is het? Prima. Ja? Dan gaan we door. Gabi. Ja? Ik vind het heel lastig om iemand naar huis te sturen. Maar ja, tactisch heb ik dit afgesproken met de anderen. En heb ik deze keuze gemaakt. Ik stem iemand weg die ontzettend lief is. En nog heel erg jong. En nog een hele mooie toekomst voor zich heeft. Maar wie er ook tegen haar in de finale gaat staan, is gewoon kansloos. Ja, dus ik stuur Laura naar huis. Ja. Laura. Ja, Schabi, mijn naam doet het geen verrassing meer. Ik had mijn backpack al vast en ik was klaar om weg te gaan eigenlijk. Kom er eens even bij. Jongens, luister, we zitten bij aflevering 7. Jullie hebben een fantastische prestatie geleverd. Die hele Atlasberg opgeklommen. Compleet bezweet, kapot weer beneden gekomen. Maar jullie hebben allebei de finish gehaald, allebei de teams. En alle eerste plaats spelen natuurlijk ook een spel met spelregels. Dus ik heb nieuws voor jullie. Jullie gaan niet naar huis. Maar jullie gaan allebei naar het andere team. Was ik even blij. Oh, wat? Maak ik jou hier blij mee of doe ik jou hiermee? Ik heb geen gevoelens meer. Nee, luister, jullie gaan allebei naar het andere team. Het is niet meer, het is niet minder. We spelen hier een spel. Ja. Ga daar maar even staan. Ja. En pas je aan. Dankjewel. Hey, ze mogen blijven. Shit. Welkom. Hoi. Ja. Ik ben heel blij voor Laura dat ze er nog in mag zitten. Echt heel blij. En ik weet dat het andere team gewoon echt scheidt voor haar. Ze zijn echt bang voor haar. Ik ben blij dat ik er nog steeds in zit, omdat ik nu ook nog meer van dit avontuur kan meemaken. En daar ben ik gewoon heel erg blij om. Het wordt een hele interessante reis naar Marrakesh van de vieren. Volgende week in Atlas lukt het Laura en Johnny om hun plek te veroveren in de nieuwe teams. Laten we 2 minuten proberen. Ze zijn gestoord. Ja, oké, whatever. Ik heb het gevoel dat ik nu buiten de boot val terwijl ik niks verkeerd heb gedaan. En om zelf veilig te zijn wordt het spel steeds harder gespeeld. Volgende switch. Maak mij leider. Whatever, echt. En toch moeten er weer 2 kandidaten naar huis. Niet lullig bedoeld, maar voor iemand is het vandaag de laatste dag. Maar ja, wie er door wil, moet alles geven.